Een van de verrassingen vandaag, denk ik, voor u is de aanwezigheid van de macro. Niet op voorhand een partner voor creatieve samenwerkingen, maar dan had u geen rekening gehouden met de ongeveer 2 jaar geleden uit Egypte aangereisde nieuwe baas van de macro, die heeft besloten het merk en het bedrijf op een hele nieuwe manier in de markt te zetten. En een van de uitingen daarvan zou wel eens kunnen zijn wat hier vandaag in het vorm van het koffertje wat u gezien heeft, maar ook van die kruk uitgekomen is. Niet meteen enthousiast ontvangen, maar na enige masseren bleek toch macro daar helemaal open voor te staan. En ik vraag u applaus voor Jean-Pierre Bienfait, de CEO van Macro Nederland. Dank je, Mark. Ook Hanna wil ik bedanken van Droog, omdat die eigenlijk ons zover heeft gekregen dat ik hier vandaag mag staan. Daar ben ik heel trots op. En Jan Jongert, je hebt mij op een idee gebracht, misschien een keer een metabolische analyse van wat er bij macro allemaal binnenkomt en uitgaat. Dat lijkt me iets heel verfrissends. Voordat ik eigenlijk uit ga leggen waarom Mark kan zeggen dat wij die onverwachte partner zijn voor Droog, wil ik meenemen eerst op de reis die we proberen te maken met macro. De onverwachte link, die wil ik een beetje verklaren. We zijn met macro namelijk bezig met een vernieuwingsslag. Ik denk dat u allemaal macro wel kent, althans ja, 94% van de Nederlandse volgens zegt, dat weet ik wel, maar ik weet eigenlijk niet wie zijn dat nou, wat doen die lui nou daar? Soms zeg ik, en dat moet misschien in deze ruimte blijven, maar we zijn een beetje een merk dat moet je afstoffen. En dan denk ik dat u wel weet, als u eens bij ons bent geweest, wat ik daarmee bedoel. 43 jaar oud bedrijf intussen. En misschien moet ik zeggen 43 jaar jong. Wij zijn dus ook aan het vernieuwen. Dat hebben we expres met een T geschreven, vernieuwen. Want dat is de tegenwoordige tijd. En we hebben daaronder gezet partner voor ondernemend Nederland. Daar kom ik straks heel eventjes op terug. Misschien vast de volgende sheet, dat kan ik hier zelf, next. Wij zijn, wat ik al zei, in Amsterdam ooit geopend. In 1968, tweede metroland. Wij horen tot de metrogroep, vroeger was het van SHV. Tweede metroland intussen. Dus vrij oud. Oude winkels, beetje moe soms, die winkels. 17 vestigingen, 5400 medewerkers. Die daar met allerlei passie en trots werken. Doen 1,2 miljard euro omzet. Dus best een hele grote speler. En sommige mensen vergeten dat wel eens. Denk, één winkeltje. Nee, 17 vestigingen van die grote bakbeesten. Met 50.000 producten, waar ongetwijfeld heel vaak producten tussen zitten, die hier wel eens een hele leuke tweede leven zouden kunnen krijgen. En daar zit eigenlijk een enorm haakpunt. 50.000 mogelijkheden. En we hebben 1 miljoen actieve klanten. Dus heel veel mensen die bij macro dag in dag uit komen. Ik ben hier gekomen bij Macro Nederland om inderdaad, wat Mark terecht zegt, om dat merk weer op de kaart te zetten. Ik hoef mensen bij ons niet te vertellen hoe ze groothandel moeten bedrijven. Ik maak er altijd grap over. Ik zeg, je hoeft niet te vertellen hoe je visrecht moet leggen. Dat weten de mensen echt wel. Maar het merk is niet bekend, niet begrepen, doet niet aan communicatie. We proberen een beweging los te krijgen, energie los te krijgen in de mensen, wat enthousiasme en wat passie los te krijgen. En niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor mensen zoals u. Andere doelgroep klanten, die zeggen, die mensen die komen ons helpen. Daarom heb ik samen met mijn team gezeten, met een heel aantal mensen eigenlijk binnen onze organisatie, hebben gekeken naar wie is nou die maker, wat is die propositie. Wij willen er zijn, efficiënt en compleet voor ondernemers, zodat zij terug kunnen zo snel mogelijk naar waar ze bezig mee moeten zijn. Naar hun kernactiviteit. Als we zien ondernemers het op het moment erg moeilijk hebben. Veel ondernemers die... Ik kan een heel goed voorbeeld geven. Ik kwam bij een restaurant en die man die zegt, ik kan niet meer naar jou toe, want ik moest iemand ontslaan. En omdat ik die iemand moet ontslaan, wat moet ik nou? Je bezorgt ook niet thuis. Zo is bij ons het idee geboren om te gaan bezorgen. En we proberen dus echt efficiënt en compleet voor de mensen, voor die ondernemer te maken. Dan krijgen we de economie weer los. Daar hoort bij additionele services.
nou ja, die bezorging bijvoorbeeld. Maar ook we laden tegenwoordig ook telefoons op. Hoeft iemand niet meer de binnenstad in, kun je gewoon bij ons doen. Wij geven echt oplossingen. We zeggen partner voor Ondernemend Nederland. Dat heeft een soort intimiteit, een soort relatie geeft dat weer. Dat geeft gelijkwaardigheid weer, dat geeft hulp weer. Maar ook geeft dat een gezichtje, kent je partner. En wij zeggen eigenlijk een merk met een maatschappelijk gezicht. Wij moeten deel zijn van deze samenleving. En dat was wel eens anders. Nou hebben we een grappig trucje verzonnen. En dit is om het intern ook begrijpbaar te maken. Wat is dan een maatschappelijk gezicht? Nou, we hebben twee kleuren, macro is altijd blauw en geel. Blauw, dat geeft zakelijkheid, professionalisme aan. Geeft ook de water van die golven aan. En geel geeft energie, geeft zonlicht. En als je die nou samenvoegt, dan krijg je iets groens. Dat is gewoon de combinatie. Hij is niet zo groen deze geworden, maar hij moet wel groen zijn. Nee, hij is niet groen, maar hij moet groen worden. En u begrijpt, geel en blauw is groen. Nou, ga maar gauw door. We hebben een aantal initiatieven die we doen, al op duurzaamheid, op misschien wel maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben we samengevoegd. En dan staat er onderin een aantal initiatieven die heel veel retailers doen. Lean and Green Award, Forest Stewardship Council, hoe ga je, wat voor hout gebruik je voor de kartonnen dozen die we gebruiken voor het verkopen van feestpakketten in dit geval. Marine Stewardship Council voor de vis dat die duurzaam gevangen is. De oetschokolade-certificering. Dat zijn eigenlijk voor mij allemaal basisdingen. Dat schreeuwen wij niet van de daken, het is gewoon een basis. Daarom staat die onder in de piramide. Tweede is, dat is eigenlijk het stukje environment, het stukje milieu, het stukje de planeet. En als je dan kijkt naar het stukje samenleving, dan is Macro in een samenwerking gestapt met het Oranje Fonds. Om te kijken, kunnen we daar niet veel meer helpen met het bekende NL Doet-initiatief. Ook werken we met het UWV samen om te kunnen kijken hoe kunnen we waarjongers veel beter te werk stellen en een goede werkomgeving bieden. Maar ook een klein emmetje, dat is onze eigen groeicampus. En daar werken wij met name met ondernemers om ook hun verder op te leiden. Doen we met andere partners, zodat je trainingen kan geven hoe zij hun bedrijf, hoe de ondernemer, de klant, zijn bedrijf kan verbeteren. En dan helemaal bovenin. Hebben we droog gezet. Zo zijn er meer initiatieven, maar droog is een hele belangrijke. En dan denk ik aan een stukje economie. Dan denk ik aan producten die bij ons binnenkomen, die geen waarde meer hebben, die we waarde kunnen vermeerderen. En dan praat je natuurlijk samenleving, praat je daar ook maar. Ja, het is eigenlijk weer een economisch model. We zitten uiteindelijk in een bedrijfsleven. Wat hebben wij als veranderingen doorgemaakt? En dan kom ik zo op de verdere link met droog. Onze vernieuwingen beginnen bij onze mensen. En omdat ik die golf liet zien, zijn we ook aan zee gegaan. Zijn we gaan praten met de top 50 van ons bedrijf. Zeg, wat is nou die vernieuwing van Macro? Hoe werkt dat nou? En als je daar begint en die creëer je als ambassadeurs van die verandering, dan, je ziet dat nu doordruppelen, de hele organisatie in. Wat meer fysiek, de bezorgservice noemde ik. Ook bezoeken wij tegenwoordig klanten. Dus niet meer de arrogantie om als partner te zeggen van kom alleen maar bij ons, wij komen niet bij u. Wij komen ook naar u toe als u geen tijd meer heeft om bij ons te komen. Onze versafdelingen, ik ben bijna reclame aan het maken voor het bedrijf, maar ik heet u alle overigens welkom binnenkort. Zijn verfrist, vernieuwd. Wij verkopen feestpakketten en hebben nu met de stichting Doe een Wens elke euro die elk feestpakket 1 euro van ons erbij voor de stichting Doe een Wens. En dat zijn kleine dingen. Maar ja, dat is net even het stukje extra gezicht wat wij meegeven. U weet misschien, we hebben ook de openingstijden verruimd. Er zijn heel wat politieke discussies. Wij trekken ons daar eigenlijk niet zoveel van aan. Wij merken gewoon dat die ondernemers dat nodig hebben. En ook op zondag. En ook als het heel hard gaat sneeuwen. En ik hoorde vorige week in het nieuws dat het min 25 gaat worden. Nou, vorig jaar was het koud. En toen sprong het journaal erop, die zegt van dat is wel heel raar, die mensen gaan 48 uur achter elkaar open en het was nog druk ook 's nachts. Want ondernemer kon nergens naartoe. Dat zijn allemaal vernieuwingen. Vernieuwingen van de afgelopen maand. Macro met hele grote, eigenlijk gestolen van I Amsterdam, die letters. En het is grappig hoeveel klanten hierbij gefotografeerd willen worden. Niet alleen bij I Amsterdam, maar ook bij Macro. Dus het is fantastisch om te zien. Maar dat is een conceptenvestiging die wij neer hebben gezet, die we zo kunnen uitrollen.
Zo geven wij alle advies voor koffiebars. We hebben een meneer, die alles, een barista die alles weet van koffiebars. Zo help je een ondernemer weer. Zo werd daarnet Laplace al genoemd. Bij ons ook tegenwoordig een Laplace. Nou moet ik nog kijken hoe we daar dingen kunnen laten groeien die Laplace dan weer zelf wil gebruiken. Maar dat zou ook wel een aardig initiatief zijn. Een heel innovatieve kaasbalie met charcuterie. Ik denk als u daar gaat kijken, dan zegt hij, verrek, dat heb ik nou nog nooit gezien in Nederland. Wij verkopen tegenwoordig Apple computers. Dat is gewoon ook veel gevraagd. De volgende is heel simpel. Het opladen van je telefoon. Niet meer 2 uur erover doen om de binnenstad in te gaan. En het opladen gewoon bij macro. Als je dan toch daarheen rijdt een half uur. En 2 uur gaat de vestiging gaat bezoeken om je inkopen te doen. Dan breng je eerst je telefoon. Dan heb je je abonnement. Dan heb je klaar. Je kunt nog even naar Laplace. En je kan zo weer naar buiten. Het scheelt ontzettend veel tijd. En tijd is geld voor ondernemers. Ik noemde net al even dat kleine emmetje. Onze groeicampus. Met workshops voor de ondernemers. Dus door ondernemers voor ondernemers. Maar wat we ook gedaan hebben in de afgelopen paar weken is voor het eerst in de geschiedenis van macro hebben we een persconferentie gehouden waar we mee bezig zijn. Het is frappant dat een bedrijf 43 jaar bestaat, 1,2 miljard euro omzet doet, nooit vertelt aan de pers wat ze aan het doen zijn. En nog meer frappant is dat een BNR hem oppakt, ineens de FD hem oppakt. Hij zegt, verrek, dat is interessant, daar gebeurt wat. En ik vertel het allemaal, want als we ook zoiets kunnen creëren met droog, dan zouden we zomaar een enorme beweging daar tot stand kunnen brengen. Toen hebben we 1000 leveranciers, het zijn 832 uiteindelijk met personeel erbij, zo'n 1000 man in een hele grote ruimte gestopt en hebben we verteld waar Macro mee bezig is. En hun mond viel open. Dat er ineens een merk staat dat, hey, daar is wat anders aan de hand. Die willen niet alleen maar de groothandel voor ondernemend Nederland zijn. Dat was de arrogante slogan die we gebruikten. Maar die willen partner zijn. En ineens doen leveranciers ook mee. En stel je voor dat leveranciers ook mee gaan doen met het initiatief waar we vandaag over praten. En natuurlijk moeten we onze leidinggevenden niet vergeten. Daar hebben we ook 350 van de 5400, 350 man samengevoegd. En ook die weer vertelt, volgende stap. Wat doen we met macro? Waar gaan we naartoe? En deze mensen, samen met in de foto nog veel meer mensen, 5400, die moeten we als organisatie enthousiast gaan krijgen voor het initiatief zoals waar we vandaag over praten. We noemden die week met leveranciers, met pers, met werknemers de week van passie voor ondernemen. En passie denk ik dat het woord is waar ik eigenlijk naartoe wil. Ik heb hier een heel theoretisch plaatje en dat is wel grappig, maar dat wil ik eigenlijk nu linken naar wat wij in de discussie die wij met Droog gehad hebben. Ik weet heel goed dat ik geïntroduceerd werd aan het fenomeen Droog. Ik had er zelf niet vreselijk veel van gehoord. Ik zeg van Jean-Pierre, heb je niet wat oude producten voor ons? Ik zeg oude producten. Ik liep de week daarvoor nog in ons warehouse rond en ik had daar oude fietsen zien staan. En ik zeg, jongens, wat doen die fietsen daar? Ja, die fietsen moeten gerepareerd. Ik zeg, maar daar ligt een hele laag stof op. Hoe lang moesten die al gerepareerd worden? Ja, ongeveer een jaar geleden waren die fietsen daar geplaatst en niemand wilde ze of durfde ze eigenlijk weg te gooien. En toen werd ik dus geïntroduceerd aan Droog. En toen zei hij, van, heb je niet oude producten? Daar kunnen we wat mee. Toen zei ik, nou, ik heb wat oude fietsen. En toen zei hij, ja, maar dat bedoelen we eigenlijk niet. Ik zei, oh, nou, ja, we moeten meer hebben. We hebben meer. Zeg, nou, we hebben nog mondkapjes uit de tijd dat we allemaal voor de SARS bang waren. Zeg, en wat moet je dan met die mondkapjes? Ja, daar kun je een lampenkap van maken, bijvoorbeeld. Zeg, oh, dat is in ieder geval creatief. En daar bleef het een beetje hangen. En ik moest dus ook een beetje overtuigd worden van, ja, Jezus, wat doe ik daar nou mee? De manier waarop wij boekhouding doen is heel simpel. Als het product een leeftijd bereikt en dan wordt steeds ouder en steeds ouder en dan boeken wij waarde af van dat product. Tot het moment komt dat je een aantal producten hebt die zijn eigenlijk niks meer waard. Dan kun je er 2 dingen mee doen. Dan kun je een keuze maken. Die gooien ze of in de vuilpers. En dat deden we dus. Die fietsen, die waren, kan ik u vertellen, niet meer te repareren. Die gooien we gewoon weg. En dat is zonde. Sommige mensen die kunnen daar dus wat mee. Je kan ook zeggen, nou, ik hoef niet helemaal te wachten tot die helemaal niks meer waard is. Want dan ligt het er vaak een jaar. Ik kan misschien veel eerder wat mee. Dan kun je er eerder al wat waarde aan toevoegen. Nou, ik heb dat toen gedeeld met iemand in de organisatie. En toen kwam het al heel snel bij Maartje Kamerling. En waar zit je? Maartje is onze inkoopster huishoud. En daar kwam het heel snel terecht. En Maartje die
Ja, die heeft, dat wist ik niet van Maartje, maar die heeft een passie voor design, heeft ze me verteld. En ook in de voorbereiding van die speech heeft ze nog geschreven, Jean-Pierre, zeg nou in godsnaam wat ik allemaal bedoel. Want ze heeft een passie voor design naast dat ze een goede inkoopster is. En toen dat één keer geland was bij één iemand, toen zei ze, hé, ik wil daar graag wat mee doen. Toen ging die slinger, maar toen werd het een beetje een pet project. Een pet project van iemand. En zo werkt het nou eenmaal. En dat geloof dat dit voor heel veel bedrijven aardig is. Benefit voor de society is de linkas en een benefit voor de business. Dat is in beginsel nogal klein. Het is gewoon een pet project. Het tweede stap is, nou, daar kunnen we wel eens als bedrijf wel propaganda uithalen. Niet? Nou, dat is leuk. Ik kan hier mijn macroverhaal aan u gaan vertellen. Dat is leuk. Iedereen knikt, nou, wil ik wel weer eens kijken. En heb ik mijn werk weer gedaan. Je kan ook gaan denken, is filantropie. Ik geef het gewoon weg. Why not? Dat kan ook. En ongetwijfeld hebben designers en kunstenaars er dan nog wat aan. Want subsidie is ook niet meer alles vandaag de dag. En de derde stap in zoiets is partnering. En dat is nou net waar we stap voor stap naartoe aan het groeien zijn. Mark die vertelt het al even. Het heeft even wat weerstand. U zag het al aan mij. Ik zeg van ja, maar mijn fietsen dan. En die kan ik repareren. Kan ik nog voor, weet ik het, 10 euro verkopen. Tot aan verdraaid. Dit is gaaf. Daar liggen producten. Daar worden we trots. Daar zijn we trots op. Dat is verfrissend en dat is vernieuwend. En dat is een macro die u nog nooit gezien heeft, denk ik. Sterker nog, wij zijn nu met een paar mensen van macro hier in de zaal. En dat verbindt gewoon. Wij vinden dat allemaal fantastisch. Dat daar ineens producten die ik u zo laat zien, nog een keer, want die heeft u al lang gezien. Dat die ineens ontstaan. En daarnet was ik even in gesprek met een fotograaf. En die zei, ik maak nou een foto van Maartje met dat koffertje wat u daar heeft gezien. Waarom? Want dat gaat bij ons op intranet. En dan gaan alle andere inkopers denken, hey, 50.000 artikelen. Nou, als ze daar nou eens een paar duizend niet van verkopen. En we hebben er heel veel stuks van. Dan kunnen die misschien wel naar droog. En misschien praten die wel weer met andere inkopers in de markt. Want die praten allemaal met elkaar, kan ik u vertellen. Dan zou zomaar eens een beweging kunnen ontstaan. En ongetwijfeld kunnen we dan veel meer. Het verfrist enorm. Dit is de eerste die u gezien heeft. Zo was dat, 5 euro. Wie biedt 5 euro voor zo'n plankje? Voor zo'n dienblad? Nou, ik zie niemand vreselijk enthousiast. We hadden die dingen over. Dat ligt niet verder aan Maartje. We hadden er heel veel gekocht, maar ook dat geeft helemaal niks. Het is gewoon niet zo'n, daar krijg je geen honger van om daar van te eten. Maar dit is wel fantastisch. Ik vind het een absoluut geweldigene die dit als design heeft gekozen. Wat heeft Maartje gedacht vanuit het business denken, maar ook van haar creatieve invalshoek, is onze klantengroep, maak ik er dus een beetje business van, onze klantengroep kleine kantoren, is dit wel eens een heel leuk iets. Die mensen moeten reizen, misschien ga je weer met zo'n koffertje reizen. En anders is het een aardig kunststuk om gewoon in je kantoor te hebben. En deze, de kleine tafeltjes bedoeld voor onze klantengroep horeca's en kleine restaurants. Maar ik zie hem bij ons in de kantine staan. Mensen, die schuiven nog eens even aan. Joh, heb een klein tafeltje erbij. Kun je, schijnt het, met 3 man van eten. Dat heb ik begrepen. Deze, die zie ik ons ook wel in de kantine gebruiken. Misschien blauw, geel en groen, dit keer. Groene kleur. En elke keer gaat die waarde omhoog. En deze is helemaal een winnaar natuurlijk. Dan ziet u die koffie, die dan lekker over die boardroomtafel heen glijdt, die ziet u zo naar u toe komen. Ik vind het absoluut top artikel. In eerste instantie dacht ik, inderdaad, daar kan ik op skateboarden door kantoor. Maar okay, dat laat ik aan anderen over. Wij gaan binnenkort verhuizen met macro, dan wordt het gebouw geredesigned. Dan kom ik weer bij Jan terecht, misschien toch die metabolische analyse. En dan gaan wij daar ook de producten van droog. Daar komen zoveel mensen over de vloer. Al die leveranciers, die 832 leveranciers, die komen daar langs. Die zien, hé, daar kan wat ontstaan. Waarom niet? Dus in feite doe ik een oproep. Ik weet niet of er andere conculega's in de zaal zitten hier. Ik hoop het eigenlijk. Ik proef een passie die nog heel pril en heel klein is. Niet de passie zelf, maar de beweging. Maar de passie die is er zeker bij ons. Het plezier, ik hoorde net even het woord plezier vallen. Plezier waar we mee staan hier. Het doet ontzettend veel met een organisatie. Ondanks dat het nog een heel klein initiatief is, kan je een enthousiaste, vernieuwde, verfriste organisatie mee opbouwen. Dus er zit zeker een verbetering en dat we geen producten met z'n allen meer zomaar weggooien en er meer waarde creëren. En het heeft ook zeker een hoger businessdoel. En zo denk ik dat het bedrijfsleven daar echt een behoorlijke stap voorwaarts mee kan maken. Dank u wel.